Welkom bij Nieuwe De Verliezer Blijft Staan. Vorige keer heb ik verloren van Julia, door het grote omtrek van mijn hoofd. Maar vandaag mag ik het opnemen tegen... Ah. Hoi Nada. Samia, hi. Nada? Ja? Waar zijn de ballonnetjes? Laten we naar ze op zoek gaan. Elke keer, Nada. Hoe moeilijk is het? Burn bitch, ik vind die al geweldig. Ik vind het nu al leuk. Ik ga dit winnen. We gaan fitnessen. Oh, kut. Ik lees hem voor. Morgen is de grote dag. Een dag vol vernedering. Duik in elkaars verleden en haal alle pijnlijke, spraakmakende en beangstigende momenten naar boven. Tijd voor een bitch off. Tijd voor de roast! Oh mijn god! Trek de verbale extensions uit elkaars hoofd. Burn it up! Succes met mijn extensions, meid! Nou, je hoofddoek ruk ik gewoon van je. Ja, is yes, goed. Oh mijn god, ik ga dit winnen, jongen. Ik heb er zin in. Ze hebben ook echt het enige gegeven waar jij een beetje een kans hebt om te winnen. Namelijk vreselijk zijn tegen andere mensen. Eindelijk geen discriminatie voor mij. Spreek je morgen, bitch. Dat deed echt pijn. Jeetje, wow, heftig dit. Nou, doei! Oké, ik heb denk ik iets te enthousiast gereageerd. Want als ik erover nadenk, is Samia fucking goed in schrijven. Dus gaat sowieso van die domme woordschappen erin gooien. Wat betekent dat ik alleen nog gemener moet zijn. Ik wil het ook niet alleen maar op haar geloof gooien dat ze moslim is. Maar een paar moslimgrapjes moet wel kunnen, denk ik. Met Halloween moest ze hyperventileren, daar kan ik wat mee. Ik moet gewoon heel bitchy zijn, maar dat kan ik wel. Dus ik weet al wat ik ga doen. Er zijn een aantal dingen waar ze heel boos over wordt. 1. Dat is Macedonië en Griekenland. Want Nada is Macedonisch en Griekenland denkt dat Macedonië van hen is. 2. Haar make-up. Daar houdt ze echt van. Dat is haar grootste hobby. Niet dat ze veel andere hobby's heeft, maar dat is haar grootste hobby. Sowieso als ik daar iets over zeg, dan misschien vindt ze dat heel erg. Ik hoop niet dat ze al te gemeen is. Daar is ze wel heel goed in. Dames en heren, supergoed dat jullie er allemaal zijn. En welkom bij de Roast of Samia en Nada! Volgens mij gaan jullie elkaar zo meteen helemaal kapot maken. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ben je er klaar voor? Zeker. Jij? Ja hoor. Niet? Ja hoor. Ik voel nu al dat ik ga winnen. Nou. Oké, dames. We beginnen zo meteen met Samia. En degene die gaan beslissen hoe jullie het hebben gedaan, dat zijn Jurre en Emma. Succes. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Oh mijn god. Hoi Nada. Hi. Hi. Ik ben heel blij dat ik tegen jou moet, want jij hebt ontzettend veel verliezers blijven staan, gedraaid. En dat komt gewoon omdat je één en ontzettend een loser bent. Ik vind het eigenlijk een beetje zielig worden. Vandaag verlies je waarschijnlijk ook, want je grappen zijn even droog, of dat jij droog staat als maagd. Oh shit. Maar dus, verliezen blijft staan. Mm-hmm. En de eerste die ik ooit had, was tegen jou. Daar moest Nada een loser ketting om, want ze had verloren. Dus ik heb een loser button gemaakt. Hij zegt, heel leuk. Speciaal voor jou. Je hebt die verliezer ook verloren door je grote hoofd. En ik snap het, want een ego moet ergens inpassen. Maar goed. En dan denk je Nada Temelkov. Dat klinkt best wel exotisch, klopt. Nada is Macedonisch, dat is een ander woord voor Grieks, maar dat is ze nog steeds aan het ontkennen. Nee! Je zou denken, Oostblokkers, dat zijn alleen maar klusjesmannen, nalespresentatrice. Maar nee, elke ochtend staat ze voor de spiegel. Als een stucador plamuurt ze haar hele gezicht onder. En ik vind het gewoon zo mooi. Dat je met zoveel passie aan je eigen land denkt, elke ochtend als je opstaat. En onze baas heeft haar de vrouwelijke Tim Hofman genoemd. Dat snap ik, als ik Nada zie, wil ik haar ook een klap verkopen. En ik weet dat hoe zuur mijn leven ook wordt, niet zo zuurder dan jouw resting bitch face. Ik hou van je. Kom. I love you. Oh god. Samia. Hoi. Als klein meisje wilde jij altijd al op tv komen en daarom heb je ook meegedaan aan de Academy. Maar Samia, als tv niet echt jouw ding wordt, dan kun je misschien altijd nog in de film terecht. Ik hoorde namelijk in de wandelgangen dat ze nog een stuntdubbel voor het gebit van Jaws zoeken. En probeer nu niet meteen te hyperventileren zoals je altijd doet en meteen je vast te klampen aan je inhalator.
Ik ben namelijk bang om je boos te maken. Straks gaat ergens in dit gebouw een bom af. Ik las vorig jaar in het jaarverslag dat BNNVARA op zoek is naar meer multicultureel talent. Dat is letterlijk de enige reden waarom je hier nu naast me zit. Ze willen van een westerse hoerentent naar een islamitisch experiment gaan. Ik weet nu al trouwens dat Julia zo naar me toe komt en zegt van... Oh mijn god, zo jammer dat we het niet met z'n tweeën konden doen. Zij wil eigenlijk sowieso graag deze roast met me doen, want dan ging het een keer weer alleen maar over haar. Ik moet een keer kappen over het feit dat ik als enige van de vrouwen op deze afdeling nog nooit seks heb gehad. Ik ben liever maagd dat ik iemand 2 weken ken, mezelf niet kan inhouden en vervolgens het huwelijksbootje instap om überhaupt seks te hebben met iemand in mijn leven. Maar lieve schat, wat ik wel nog wil zeggen is dat ik het echt heel tof vind dat je je hard maakt voor diversiteit binnen dit bedrijf. Ik ben namelijk zelf ook een van de weinige allochtonen. Al zou ik niet zo snel gediscrimineerd worden natuurlijk, ik word namelijk toch wel aangenomen, want ik heb gewoon dikke tieten. Samja, ik vond het heel tof dat je had hele slimme grapjes. Ze zaten taalkundig goed in elkaar en dat was ook, nou, had ik ook van je verwacht. Maar Nada, ik vond juist dat jij echt gewoon Samja doodmaakte. En ja, dat is toch wel ook een beetje wat je bij een roast verwacht. Wat vond jij? Ja, het feit dat je niet alleen Samja roaste, maar tegelijkertijd ook je waardige collega Julia, maakte het net wat enger ook. Volgens mij dacht iedereen in het publiek, oh help. En dat is toch wel een beetje waar een roast over gaat. Dus wij hebben besloten dat... Nada! Je hebt gewonnen! Yeah! Yeah! Woe! Je hebt gewonnen! Nou, dat was het. Was heftig, hè? We leven. Ik vond het eigenlijk nog best wel leuk om je te roasten, maar ik hou wel meer van je. Nee, is goed. Ja. Jij bent gewoon een grotere bitch, dus hier komt het van nature gewoon uit. Dat had je al gezegd, die roast, dus Julia, je bent al genoemd. Ik daag jou uit.